Het instellen van tweestapsverificatie binnen Google Workspace is makkelijker dan ooit tevoren. Ga naar google.com en klik rechtsboven op je profielfoto. Klik daarna op je Google-account beheren. Selecteer de optie beveiliging en selecteer de optie verificatie in twee stappen. Daarna wordt me gevraagd om de verificatieproces te doorlopen. Dat ga ik nu samen met je doen. Zodra je op aan de slag klikt, word je gevraagd om je huidige wachtwoord in te vullen. Daarna mag ik mijn mobiele nummer invullen, waar een verificatiebericht naartoe wordt gestuurd. Vervolgens wordt er een sms-bericht gestuurd dat ik nu ga invullen. Nu je dat hebt ingevuld, is tweestapsverificatie ingeschakeld zodra je op deze knop klikt. Nou maak je gebruik van een sms- of spraakbericht om in te loggen. Dat is prima. Maar mocht je nou gebruik willen maken van de Authenticator-app, dan kun je deze optie ook nog selecteren. Je kunt vervolgens de Authenticator instellen en de QR-code scannen met je telefoon. Mocht je de code niet kunnen scannen, dan kun je deze code kopiëren in je passwordmanager. Bijvoorbeeld als je gebruik maakt van LastPass of een paswoord. Vervolgens klik ik op volgende en vul ik de code in. Zodra ik op verifiëren klik, zie je dat de Authenticator-app is gekoppeld. Zodra ik nu terug ga, zie je dat beide opties zijn ingeschakeld voor mijn account. Ik kan eventueel het spraakbericht weer uitzetten, maar dat hoeft niet. Als laatste raad ik je aan om backupcodes aan te maken, zodat in het geval je hier geen toegang tot hebt, je wel weer de toegang tot je account kunt herstellen. Dat doe ik door hierop te klikken, mijn wachtwoord opnieuw in te vullen en vervolgens de codes die nu tevoorschijn komen, ergens op te slaan in een digitale kluis. Zij het je wachtwoordkluis of ergens op een persoonlijk briefje. Nou, nu dat is ingesteld, heb je twee verificatiestappen ingeschakeld. Maak je gebruik van 3 methodes om in te loggen. En weet je zeker dat jouw account goed is afgeschermd tegen hackers. Nou, nog 1 ding om je een beetje gerust te stellen. Stel je bent toegang tot je account kwijt, maar je maakt gebruik van Google Workspace. Dan kunnen we, in samenspraak met je baas of... met ons als reseller, je toegang weer herstellen. Dat gaat niet zomaar, maar weet in ieder geval dat het dan wel kan. Dus je staat er niet alleen voor als dit niet meer werkt. Maar het is een extra laag om de toegang tot je account te ontzeggen, in het geval er hackers of mensen van buitenaf met kwade bedoelingen toegang willen tot jouw account. En daar is het allemaal voor bedoeld. Dus fantastisch dat je het wilt instellen. Je hebt nu gezien hoe het moet. Ik zou zeggen... Spreek je collega's er ook op aan, dat ze hier ook van gebruik maken. En mocht je deze video nou nuttig vonden, klik dan op het duimpje omhoog. Mocht je vragen hebben, laat het me weten in de reacties. En dan wens ik jou succes met het veilig houden van je account.